Mijn naam is Daffy en mijn urban craft is hoeden maken. Vroeger was het zo dat op elke hoek van de straat wel een hoedenmaker zat. Dat beeld is helaas vervaagd en het imago van een hoedenmaker is heel stoffig geworden. Ik daarentegen probeer het in de 21ste eeuw juist anders aan te pakken. Zoals je ziet is mijn atelier niet zo heel erg groot. Dat heeft mede te maken met mijn opleiding, mijn docenten toen ik begon met hoedenmaken. Zei ons van, je moet kunnen leren hoeden maken op 1 vierkante meter. Hoeden maken neemt gewoon heel veel tijd in beslag. En omdat het juist zoveel tijd in beslag neemt, heb ik mezelf erop getraind van door te werken. Ik ben meestal met 3-4 dingen tegelijkertijd bezig. Waar ik mezelf dan wel heel sterk voor maak, zijn mijn corsages. Ik verf bijna al mijn veren zelf. En dit zijn allemaal losse veertjes die ik zelf opgebonden heb. Of ik ga zelf mijn eigen bloemen maken waar dat dan licht in verwerkt wordt. Of ik geef er altijd iets, een speelse touch aan, zodat ik toch een beetje mezelf kan blijven, mezelf kan terugvinden in mijn eigen stukken. De meeste mannen die bij mij over de vloer komen, die willen eigenlijk gewoon echt standaard een bed. Heeft weinig creativiteit. Wordt ook gewoon over de mouw getrokken, wordt gewoon afgewerkt. Maar tegenwoordig kan dit ook. Om deze hoed te maken heb je toch een halve dag nodig om hem netjes af te werken. En het eindresultaat is dan dit, maar dan in 2 natuurlijk.